Je zit te praten over ik begin mijn dag met de Koran lezen, dit, dat. Vervolgens een gesprek dat je nog nooit gezegd, mensen. Fixen met je kankeruitkering. Ik heb geen uitkering. Ik heb, bro, ik zeg je echt, bro. Ik zeg je echt. Wallah, Younes. Voordat het uit de hand gaat lopen. Wallah, ook weer op de Koran, bro. Voordat het uit de hand loopt. Ik maak geen grapjes met jou. Waar dat filmpje is, bro. Voordat je zo gaat lachen. Kijk, ik snap het, bro. Mannen onder elkaar. Je hebt mensen die kijken. Snap je? Snap je? Je wilt je mannetje gaan staan. Je woont in Utrecht. Je zei toch... Nee. Kijk, hey, luister dan. Ga eens even op de rem. Bro, kijk. Ga eens even op de rem. Ik zei tegen jou, ga eens even op de rem. Je hebt nu genoeg gepraat. Ga eens even op de rem. Ga eens even op de rem. Ga eens even op de rem. Ik heb naar jou geluisterd. Ga eens even op de rem. Ga eens even op de rem. Druk eens die fucking rem. Die middelste pedaal. Zo. Je slaat je eigen telefoon en zo. Wat de fuck is die aan het doen? Kijk, zijn verbinding is weg misschien en zo. Wat ben je aan het doen, man? Wat ben je aan je telefoon aan het leggen, man, gekkie? Rustig. Niet agressief, bro. Waarom moet jij je telefoon slopen? Wat heeft je telefoon je gedaan? Als je kankerklappen krijgt in je kankergezicht, dan rustig, toch? Kankerflikker. Mattie, ik snap jou. Je denkt, je wilt tof doen, toch? Voor je kijkers. Je wilt leuk doen, toch? Je wilt leuk doen. Brada, als je echt klappen gaat krijgen, en geen klappen die je met Zero Fox hebt gekregen. Bro, ik zweer het. Ik sla je helemaal naar de kanker, jongen. Kankerhoek. Doe zo. Gewoon kijken of je slaat. Doe eens. Laat even zien. Doe zo. Bro, kijk, Mattie. Je wilt nu grappig doen, toch? Je wilt nu leuk doen, toch? Maar doe voor zo. Je kijkers, toch? Je wilt tof doen, toch? Je voelt je speciaal, toch? Je hebt 1200 kijkers, toch? Zijn in Guttenkakte, demme. Ora spotjadja. Guttenkakte, demme. Bro, als ik daar voor jou sta, bro. Kijk, ik maak geen grappen. Wallah, ik maak geen grappen, bro. Als ik daar voor jou sta, ik sla helemaal naar de kanker, bro. Dan ga je spijt krijgen dat je zo stoer deed om kanker 4 uur hier op TikTok, bro. Geef je bro, adresjes? Dit kan jou echt een probleem bro, brengen. Geef je adresjes? Bro, ja? Kom hier. Kom, let's go. Geef je adresjes. Maar bro, maar ga je gelijk komen? Ga je nu komen, bro? Nee, geef je adresjes. Geef je adresjes. Ga je nu komen? Wil je weten wat ik ga doen? Bro, ga je nu komen? Ja, wil je weten wat ik ga doen? Ga je nu wil je komen? Weten wat ik ga doen? Bro, ga je nu komen? Ik zeg, wil je bro, weten wat ik ga doen? Nee. Wil je weten wat ik ga doen? Bro, ga je nu komen? Ja, wil je weten wat ik ga doen? Zeg maar. Geef me je adres. En dan staat er binnen 10 minuten... Staan er even wat soldaatjes van mij uit je eigen keiland. Oh, soldaatjes, bro. Waarom soldaatjes? Jij bent toch diegene die dat filmpje post, toch? Het is toch niet tussen jou en mij, brada? Ja, dat heb ik gedaan. En mijn werk zit erop, maar volgens mij heb jij een probleem met mij. Kom, brada, ik heb net gezegd, heel keiland. Als ik kom, ik kom alleen, bro. Ik kom alleen. Yo, kom. Ik kom alleen met mijn eer en met mijn trots, bro. Op wie wacht je? Op wie wacht je? Met mijn eer en met mijn trots. Huh? Jouw eer? Huh? Jouw eer? Ja, mijn eer en mijn trots. Wat ben jij? Deze pedel dat je bent. Wat ben jij? Je zit hier te lachen. Je zit hey, mijn bedrijfje zit in... Luister. Ik heb een bedrijfje die zit... Het eerste wat je moet je zien wat je in je hand bro, hebt. Bro, jij praat echt fucking veel. Je zegt ook, binnen 10 minuten staan er een paar soldaten. Binnen 10 minuten staan een paar soldaten, wat je zegt. Je bent toch een man. Ik ben geen soldaat. Ik ben geen soldaat. Weet je wat ik ben? Ben je een man of niet? Ben je een man? Wil je hem zien? Je bent een man, toch? Wil je hem zien? Je bent een man, toch? Wil je hem zien? Zijn in Amnes, ik ken mij jam, hoor. Ik zeg alleen, wil je hem zien? Weet ik veel, ja. Als je wil weten of ik een man ben, wil je hem zien? Bro. Ik ben geen soldaat. Ik ben een generaal. Je doet toch zo tof. Ik ben een generaal. Je doet toch zo tof. Maar je praat wel veel, je doet toch zo stoer. Volgens mij is het enige moment dat jij niet praat... is wanneer jij een fucking piemel in je mond hebt. Volgens mij, hè? Dat is het enige moment dat je even stil bent en tevreden bent. Denk ik. Volgens mij ben je aandachtsgeil of dit, dat. En je vindt het allemaal leuk en zo, dit, dat. Maar bro, ik zeg je echt dit, Mattie. Okay. Kijk, ik luister naar je. Zweer, ik ga dit niet laten rusten. En hoe langer het duurt, bro, hoe groter het probleem voor jou wordt, bro. Ben je gek? Mattie, echt, bro. En ik maak geen grappen. Maar die ringen die je hebt, als je daarmee slaapt, dan laat je wel echt een schade achter, hoor, denk ik. Ja, maar dat is geen grap, die ringen. Doe zo. Oh, nu ben je wel stil. Ik hoop niet dat je aan het fantaseren bent over die piemel in je mond, dat je opeens stil bent.
Holy shit. Broer, ik maak maar een grapje. Ik zeg je eerlijk, ik zou geen seconde aan je energie verspillen. Maar ik zeg je wel één ding. Mijn moeder is een hoer. En dat zeg ik je nu, hè, recht in je gezicht. Dat als je het lef zou hebben om hierheen te komen, dat niet heel veel van jouw, zeg maar, familieleden daar blij mee zullen zijn. Mijn moeder zou dan een hoer zijn. En zo ben ik echt, hè. Nee, echt, ik meen het serieus. Ik ga niet zeggen wat ik zou doen, maar er zullen wel dingen gaan gebeuren. Bij jou niet, jou laat ik met rust. Zo ben ik een viespeuk. Kom naar mijn huis toe, alleen hier je gezicht laten zien. Dan zeg ik, je bent een man geweest. En dan binnen 24 uur, achter elkaar, gaan er allemaal dingen gebeuren. Zo ben ik. Dus je moet altijd uitkijken met wie je, zeg maar, aan het bedreigen bent. Kijk, ik zit nu hier met jou grapjes te maken. Weet je waarom of niet? Precies. Weet je waarom ik grapjes met jou aan het maken ben? Dan kom je over Kanaaleilanden. Kanaaleilanden heb ik de meeste volgers. Daar heb ik de meeste mensen achter me staan. Ja. Maar ik ben in die buurt opgegroeid. Snap je? Ik ben in die buurt opgegroeid. Wie ben jij? Wie ben jij? Ga naar buiten en zeg Younes Ouali. Younes Ouali is een flikker. Als ze je tanden niet uit je smoel slaan. Wie ben jij? Ik ben iemand dat als je mijn naam noemt, ze slaan je tanden uit je bek daar in Kanaaleilanden. Ja. Iedereen vindt jou daar een zemmer. Iedereen vindt jou daar een zemmer. Je gaat met te veel zemmers om, daarom. Als je met mannen omgaat, die vinden mij geen zemmer. Anders je noemt de boys uit Keiland zemmer. Huh? Je noemt boys uit Keiland zemmer. Jij gaat met zemmers om. Iedereen die met jou omgaat is een zemmer. Iedereen die met jou omgaat is een zemmer. Iedereen bij deze. Joh, dan ben jij een flikkertje. Je moet niet Keiland gebruiken alsof jij daar een held hebt. Ga naar eilanden. Als jullie weten waar deze gast woont, ga naar hem toe. En laat even zien. Niks raars voordat ik weer oproep tot geweld. Maar ga even naar hem toe en zeg even. Kom je stoer doen uit Hilversum. Alsjeblieft, zeg. Nou, ik zit iedere dag in Utrecht. Hé, hey, maar luister, wie was die lekkertje? Wie was die Turkse? En kom je ook nog zeggen, Neger-Turk? Kom je ook nog zeggen Neger-Turk? Bro, dat ben je toch? Mattie, ik ben half Turks, ik ben half Surinaams. Wat is jouw fucking probleem? Niks, is prachtig. Hoezo ben ik dan een Neger-Turk? Omdat je een fucking Neger bent, dat sabi. Wat doe je moeilijk? Praat normaal. Ik zeg toch ook niet, je bent een kanker Marokkaan. Zeg ik ook zulke dingen? Nee, maar ho. Ik zei niet, je bent een kankerneger. Je bent... kan toch ook gewoon zeggen donkere Turk? Waarom moet je per se neger zeggen? Donker, what the fuck is dat? Neger is een mooie naam. Waarom moet je per se neger zeggen? Ik vind het een mooie naam. Ben je racist? Als Marokkaan zijn niet is om gediscrimineerd te worden. Dit vind ik niet leuk wat je doet. Dit vind ik niet leuk, bro, wat je doet. Maar luister. Nee. Dit vind ik niet leuk wat je doet. Waarom? Ik ga je vertellen waarom. Kijk, dat ik wat doe. Laat me even gelijk ook aan de mensen uitleggen. Ik zelf ben absoluut geen racist. Er zijn twee termen voor donkere mensen. Je hebt één term, daar sta ik niet achter, die is verboden. Dat is nigger. Dat vind ik een afschuwelijke term. Neger is niets anders dan een aanduiding voor een nigger. Is vertaling in het Nederlands, hè, Abdal? Waar heb je het over, vriend? Nigger. Vertaling in het Nederlands. Nigger. Neger. Dat is de correcte vertaling. Gast, neger stamt af van het Latijns. Waar heb je het over? Mattie. Weet jij wel wat neger is? Het neger. Het Engels is, bro, kom mij niet vertellen, man. Het is negro. Negro, hè, dombo. Jij weet zelf als Marokkaan zijnde hoe het is om gediscrimineerd te worden. Momentje. Kom je nu zelf jouw moslimbroeder? Kom jij nu discrimineren? Met, ik hoorde je net wel in die live zeggen. Twee seconden. Of een Marokkaanse neger. Oké, okay, bro. We gaan telefoon. Momentje. We houden altijd van dingen opzoeken. Ja, haal anders maar Wikipedia eruit. Bro, rustig. Pak maar Wikipedia wat je zelf kan bewerken. Bro, sta je wel open voor de waarheid of niet? Want anders moet je... Bro, kijk. Bro, weet je wat het is? Kijk, luister. Ik ben niet op jou. Ik wil niks met jou te maken hebben, snap je? Ik weet wat jij doet, maar ik wil niks met jou te maken hebben. Maar ga niet mijn shit op jouw TikTok zetten en dan op jouw Insta zetten en dan dingen erbij doen. Bro, is gewoon verkeerde persoon. Wat had ik er voor caption bij? Dit is de verkeerde persoon. En ik zeg tegen jou, bro. Ik ben gewoon de verkeerde persoon om dit mee te doen. Dus laat dit, bro. Laat dit. Ga naar je Insta. Verwijder dat filmpje. Is klaar, bro. Ik ken jou niet. Jij kent mij niet. Nul. Nu ga ik lezen. Neger is een aanduiding voor een lid van een groep donkerhuidige mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit
Afrika ten zuiden van de Sahara. Lange tijd was het een relatief neutraal woord, maar sinds het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw wordt het door een deel van de samenleving als minachtend, kwetsend en racistisch ervaren. Nou, hier ben ik het dus niet mee eens, want het betekent dus letterlijk, het is dus letterlijk een aanduiding voor een donker huidige mensen uit Afrika. Oké, okay? Nu gaan we een ander woordje googlen, dat is nigger. Oké, okay? Let op, nigger. Kijk. Nigger. Wallah, ik zeg jullie eerlijk, kijk, ik had nooit verwacht dat ik ruzie zou maken met de Marokkaan. Wallah, ik had nooit verwacht. Niet slijmen, niet slijmen, bro, niet slijmen, niet slijmen, niet slijmen, niet slijmen, niet slijmen, niet slijmen, niet slijmen. Jij moet echt nu oppassen, als je op kanaal en dan loop ga je klappen krijgen misschien. Ik heb laatst gezeten met alleen maar Marokkanen en Turken en ik heb in bed nog nooit ruzie gehad met een Marokkaan. Maar deze guy, wallah, deze guy. Wallah, deze guy, ik weet niet wat met jou is. Wallah, ik weet niet wat met jou is. Wallah, ik weet niet wat met jou is. Heb jij storingen in jouw hoofd of zo? Storing, storingen. Heb jij Batata hier zo? De wie? Heb jij Izzan hier zo? Wat is in jouw hoofd? Wat is in jouw hoofd? Je zusje. Je zusje. Abishun. Je zusje. Hey, wie was die lekkere Turkse? Hey, wie was die? Wallah, ik had nooit verwacht, hè. Ik zeg dit tegen de kijkers hier aan deze kant. Wallah, ik had nooit verwacht dat ik met een mede-moslimbroeder ruzie zou maken. Met een Marokkaan. Mensen die mij kennen van mijn filmpjes weten dat ik altijd goede filmpjes maak over Marokkanen en Turken. Altijd. Waarom over Marokkanen en Turken? Waarom niet over moslims? Waarom niet over moslims? Waarom niet over moslims? Waarom niet over moslims? Alle moslims, bro. Nee, maar je benoemt nu... Iedereen komt er voorbij. Je benoemt nu Marokkanen en Turken, maar waarom gewoon niet moslims? Omdat het de grootste groep is in Nederland. En ik ben opgegroeid. Maakt niet uit. Ik vind dat je daarmee wel heel veel... filmpjes. Ik vind dat je daar wel heel veel... Dat is jouw mening. Die filmpjes mag jij maken. Je hebt ook Chinese moslims in Nederland. Je hebt ook Hindoestaanse moslims. Je hebt ook gewoon heel veel bekeerlingen. Dus ik vind dat je die zeg maar allemaal een beetje zeg maar tekort doet. Maar ja, jij doet het blijkbaar een beetje... slijmen bij Marokkanen en Turken. Ik mag, omdat ik ben opgegroeid met mokro's, filmpjes maken over dat Turken en mokro's een goede band hebben. Dat mag ik doen, dat is toch mijn goed recht? Hey, luister dan, ben je anti-Zwarte Piet? Bro, kijk, luister, ik ben hier niet om met jou te praten. Ik wil nee, niet nee, zonder grap, ik ben gewoon echt benieuwd naar jou. Ja, ja, ja. Ben je anti-Zwarte Piet, zei ik. Snap je? Ik wil gewoon dat je dat filmpje eraf haalt. Nee, want filmpje gaat niet weg. Op een andere manier. Filmpje gaat niet weg. En haal die ketting van... Haal die ketting van je nek af, je bent toch geen hond, man? Huh? Je bent toch geen hond, je bent een moslim. Haal die ketting van je ding af, man. Ja? Waarom? Is dat goud? Nee, maar wij horen geen... Bro, wij mogen geen kettingen dragen. Samchims namen naar hem. Wat betekent dat? Samchims. Wat betekent dat? Wie ben jij om dat tegen mij te zeggen als jij met 15-jarige meisjes gaat? Wie ben jij dan? Zogenaamde cyber-imam. Wie ben jij dan, brada? Leven, laat leven. Maar ja, wie ben jij dan? Haal hem even van je nek. Kom je mij corrigeren? Haal hem van je nek. Kom je mij corrigeren terwijl jij zelfs de kont gaat van een 15-jarige loopt te likken, brada? Niet likken. Ook niet eigenlijk geneuken. Al wordt dat wel gezegd. Het was gescheurd, maar dat was door andere omstandigheden. Prima. Maar haal die ketting. Hé, het is ook Turk, zie ik. En het ziet er een beetje uit als bijgeloof of zo. Ik weet het niet. Ja. Ga nu wel vooral de Turken beledigen dat ze in bijgeloof geloven. Doe maar. Nee, ik weet niet wat je daar hebt. Als ik iemand doe maar. Het gaat je nog populairder maken, bro. Maar bro, ik ga je zeggen, dit is niet waarom ik met jou live wilde gaan. Ik wilde met jou live gaan. Til hem eens even in de lucht, want ik zie het niet. Ja, ja, til hem eens even in de lucht. Ik haal het filmpje eraf. Broer, vergeet dat. Filmpje gaat niet weg. Ja? Vergeet dat. Maar brada, dan heb ik je nu gewoon gezegd. Ja, dat heb je nou al 500 keer gezegd. Bij deze... Ja, ja, heb ik nu al 500 keer gezegd. Nu voor 501. Ja. Snap je? En kijk. Al mijn Turken hier... Ga eens nog een keer naar achteren. Zo zijn dat... Nee, wacht. Al mijn Turken hier. Het moet niet zo zeggen dat jullie nu gaan zeggen... Je wil niet problemen met Turken. En dat Marokkanen dan gaan reageren. Je wilt geen problemen met Marokkanen. Snap je? Het heeft niks te maken met dat ik Turk ben... En dat hij Marokkaans. Het heeft te maken met hem. Met hem, hij als persoon. Deze sheriffs is. Deze. Amanuskima. Oros Pochodje. Zijn Allah iets in kork, Amanakoim. Sheriffs is.
Ja, lach. Blijf lachen. Je bent wel grappig. Ja, man. Ik ben grappig, toch? Maar wie was die... Wie was die... Sanane. Wat boeit het jou? Ik vond heb je weer een filmpje? Krijg je nu weer volgers erbij? Vond je dit leuk? Ik vond er wel wat... Je bent 40, 45, kom je je bezighouden met deze stories? Nou, voor de mensen die mij een verjaardagscadeautje willen geven, ik kan hem niet accepteren, want ik doe niet aan verjaardagen, maar ik word 17 januari, word ik 36 jaar. Maar hey, wie was die Esme? Wat een lekkertje, man. Ja, bro, praat met haar. Doe maar wat je wilt, jongen. Vind je dat niet erg? Doe maar wat je wilt. Ik zeg je doe maar wat je wilt, bro. Ik zag wel dat je een beetje verliefd op haar was. Bro. Je was wel een beetje bro, doe maar wat je wilt. Doe maar wat je wilt. Je hebt wel een oogje op haar. Doe maar wat heerlijk. Je wilt. Je hebt wel een oogje doe op wat haar. Je wilt, maar je gaat dat filmpje ga je verwijderen. Waarom? En als het niet zo op deze manier gaat, bro, gaat op een andere manier. Dan gaat het en zo. En ik ga hier niet live, zeg maar, in details, bro. Maar je weet wat ik heb gezegd. Je weet wat ik heb gezegd. Kijk, er zijn nu op dit moment 1,1k mensen aan het kijken, snap je? Bij jou zijn er ook ongetwijfeld veel mensen aan het kijken, bro. 1800 mensen. Brata, luister, ik ga nu serieus met jou praten. Ben je nu opgewonden, want ik zie dat je harde tepels hebt. Luister, ik was net aan het trippen. Oké. Okay. Ik was net aan het trippen, nu ben ik wat rustig geworden. Gelukkig. Nu ga ik serieus met jou praten. Gelukkig. Bro, die reacties, negeer het even. Ik praat nu één op één tegen jou. Oké? Ja. Oké. Ik las kont gehad, ik was Younes. Afgeleid. Younes. Kijk. Sorry. Ik vroeg je net iets. Ja. Kijk, ik snap bro. Ik snap met al die kijkers dat jij nu je mannetje moet staan. Ik snap het. Wallah, ik snap het. Ik snap dat jij niet wilt afgaan. Ik snap dat jij niet zeg maar nu naar je Insta de live wilt beëindigen. Die video gaat vet. Wallah, ik snap het. Snap je? Dat snap ik. Maar bro, ik zeg wel. Zorg gewoon voor dat het niet escaleert, bro. Wallah, zorg ervoor dat het niet escaleert, brada. Dat zeg ik gewoon tegen jou, nu, bij deze. Straks, ik heb een... Wacht, ik ben aan het praten. Younes, ik ben aan het praten. Oh. Straks, brada, ga je live doen. Ga mij afkraken. Straks, bro, verwijder dat filmpje, is klaar. Wallah is gewoon klaar. Ik vergeet het is gewoon klaar. Maar bro, ga niet, zeg maar, nu door op dit. Niet doorgaan op dit, snap je? Kijk, je kan nu, ik ga zo meteen weg. Dan kan je mij afkraken wat je wilt. Maar ga niet daarna nog door op dit, bro. Wallah, ga er niet daarna. Ik zeg dit gewoon puur tegen jou als broeder, hè. Wallah, ik zeg dit gewoon puur tegen jou als broeder. Oké. Okay. Snap je? Ik wil dit zo snel mogelijk puur tegen jou als broeder, hè. Wallah, ik zeg dit gewoon puur tegen jou als broeder. Oké. Okay. Snap je? Ik wil dit zo snel mogelijk oplossen. Weet je waar ik werk in Utrecht? Maar ga niet. Weet je waar ik werk in Utrecht? Ga hier niet, zeg maar... Oh. Hij blijft een beetje instabiele dingen. Ik wil niet zeggen maar dat jij mokromatisch op mij gaat afzien, want dat zijn mijn broeders. Ik wil niet dat je andere maat op mij gaat afzien. Twee seconden. Voor alle Marokkanen die bij hem in de buurt wonen. Ik maakte net maar een grapje, laat hem maar met rust. Ik zie dat hij een beetje emotioneel is. Een beetje aangeslagen is. Dus alsjeblieft, val hem niet lastig. Dikke SO naar Kanaaleilanden overvecht. Ik hou van jullie allemaal. Wat ik tegen jou wil zeggen, beste... Turkinucci, mag ik je zo noemen? Turkinucci, vind ik wel grappig genaamd. Je mag me Ilias noemen. Heet je echt Ilias? Ik heet Ilias. Ilias, maar waarom staat daar dan beneden Turkuleta? Turkse chocolade, betekent Turkse chocolade. Turkse chocolade in het Turks. Mijn naam is Ilias. Ik heb een naam uit de Koran gekregen. Allah, je hebt het grappig. Ik heb een naam uit de Koran gekregen, ja? Ja. Twarkela trouwens. Twarkela, mashallah. Wat ik wilde zeggen is, ik heb een Insta en iedereen kan het zien. Ik heb een archief. Dat is alle filmpjes die ik op mijn Insta heb staan, die verwijder ik nooit. Die zet ik zeg maar in een soort archief, dat niemand ze ziet. En mocht men in de toekomst weer stout zijn, dan haal ik hem uit het archief. Ik kan je vertellen, er zijn heel veel meiden die mij een bericht sturen, met een goede reden, soms familieleden, soms broers. En die zegt tegen mij, Younes, luister, zou je alsjeblieft dat filmpje weg willen doen? Het was mijn zusje, had ze niet moeten doen. Alsjeblieft haal het weg. Ik ben niet iemand van, fuck jou, ik ben mannetje, ik haal hem niet weg. Meeste filmpjes haal ik ook weg. In dit geval, ten eerste, heb ik niet negatief gedaan. Ik zei alleen tamam, meer zei ik niet. Ten tweede, wanneer iemand mij bedreigt, wanneer iemand popiopie doet, want ik bedreig jou niet, ik heb je niet uitgescholden, ik heb ook niet in dit filmpje gezegd, wat is dit voor aap of wat dan ook, totaal niet, zou ik nooit doen. Maar op het moment dat iemand mij bedreigt, dan accepteer ik de uitdaging. De enige reden waarom dat filmpje niet weggaat, is omdat ik jou wil zien in actie.
Niet omdat ik me wil bewijzen. Ik hoef me niet te bewijzen. Ik heb niks met je te schaften. Maar als iemand tegen mij zegt, ga je pakken, dan wil ik gepakt worden. Als iemand tegen mij zegt, jij moet achter je om gaan kijken, dan wil ik achter mij omkijken. Snap je? Toen jij mijn adres vroeg, hoe lang moest ik nadenken om mijn adres aan je te geven? 0 seconden. Kupstraat in Hilversum. Je bent welkom. Weet je waarom ik niet bang ben? Wil je dat echt weten, broer? Wil je weten waarom ik niet bang ben? Zeg maar. Omdat ik, zonder gracht, kankerlijp in mijn hoofd ben. Nee, echt, ik zweer het je. Wat ik in mijn hoofd heb, als jij 1 seconde in mijn lichaam mag, dan zou je in je broek plassen. Ik zweer het je. Ik maak geen grap. Voor de rest, en dit is ook oprecht uit mijn hart, hè, want ik ben nu echt alleen maar de waarheid aan het spreken. Oeh, ik haat donkere personen. Ik hou van moslims. Meer niet. Ben je een moslim, dan ben je mijn broeder. Ben je geen moslim, dan ben je niet mijn broeder. Klaar. Zo simpel is dat. Of je nou een fucking Surinamer bent, of een Chinees, of een Indo, of een Hollander. Boeit mij niet. Ben je een moslim, dan ben jij een van mij. Ben je geen moslim, ben jij niet een van mij. Dus bespaar me die verhalen van, hij zijn negen Turk en hij is racistisch. Als ik racistisch ben, dan zeg ik dat. Omdat ik te veel scheid heb. Ik heb zoveel scheid, dat de hele fucking riolering van Nederland vol zou gestopt worden met scheid. Zoveel scheid heb ik. Oké? Okay? Heb jij eens een gin in jouw lichaam, Younes? Nee. Minimaal 12. Snap je? Dit is de enige reden waarom dat filmpje niet weggaat. Ik wil je in actie zien. Meer niet. En als je tegen mij zegt, Younes, ik kom morgen. Younes, weet je, weet je wat je doet? Weet je wat je doet of niet? Weet je wat je doet? Maar je hebt het over in actie. Nee, weet je wat we doen? We maken een mooie deal met elkaar. We maken een mooie deal met elkaar. Kijk, ik ga jou niks aandoen. Zal ik je vertellen waarom ik je niks aan ga doen? Wallah. En ik zeg wallah. Ik zweer bij alles van aan te tellen. Je lijkt me echt oprecht een hele aardige gozer. Zonder grap. En ik meen het echt serieus. Ik hoorde net al van iemand, hij maakt islamitische filmpjes, hij komt op voor de Oeigoeren, dit, dat, bla, bla, bla. Ik heb daar respect voor. Waar ik alleen geen respect voor heb, is wanneer iemand dingen voor mij gaat invullen van, je doet dit voor de fame, je doet dit voor de aandacht, en je wil popie-jopie doen, bla, bla, bla. Daar kan ik niet tegen. Mijn kantoor, mijn bedrijf zit in Utrecht. Schrijf het op. Proost Wetering, nummer 41. Kom morgen langs. Ik meen het serieus, kom morgen langs. Doe me gewoon een kop thee. Je hoeft niet agressief, niet boos, je hoeft niet bang te zijn. Ik ga je niks aandoen, jij gaat mij vast ook niks aandoen, weet ik 100% zeker. Kom morgen langs voor een kop thee. Gaan we een kopje thee drinken, gaan we met elkaar praten. Gewoon gezellig als broeders onderling. Proost Wetering 41. En ik zweer dit bij alles behind uit. Ik meen dit echt oprecht. Hè. Nou, kom je morgen thee drinken? Probleem, ik maak grap. Proost Wetering, ken je dat? Dat is een straatje. Proost Wetering is daar bij Middenwetering, bij die Basic Fit. Bro, ik weet waar het is. Ken je die autobedrijf, die hele dure auto's? Hoe heet het ook weer? Lauwman? Ik weet waar het is. Mijn... Rechtdoor, bij de KFC. Maar rechtdoor rijden, halverwege. Dus richting het McDonald's, Harijn, zeg maar. Bij Harijn, toch? Nee. Zeg maar, als je van KFC richting McDonald's rijdt, precies op de helft. Ja. Heb je, zeg maar, aan de linkerkant heb je BMW-dealer en daarachter zit... Richting de Mediamarkt. Juist hem. Het is 300 meter voor de Mediamarkt. Heb je links een hele grote kantoorpand. Daar zit ik. Dan kom jij morgen langs. Gaan we een kop thee doen. Geven elkaar een hand. En dan gaan we gewoon met elkaar praten. Zonder die biggie gedoe. Zonder die hele stoerdoenerij. En weet ik wat allemaal. Ik meen het. Deal? Mag je verwijderen dat filmpje? Morgen. Morgen kom ik thee drinken. Gaan we elkaar even als broeders zien. En dan mag je hem zelf vanuit mijn telefoon verwijderen. Doe ik zo. Omhoog swipen, doe ik mijn gezicht zo. En dan zeg ik aan jou de eer om hem te archiveren. Jonas, ik maak geen grappen. Ik ben niet van, ik mag hem zelf uit mijn telefoon verwijderen, dit, dat. Snap je? Nee, maar hey bro, ik nodig je echt uit met liefde. Hè? Niet zeg maar om je iets aan te doen, wat dan ook. Want ik zeg al tegen jou, jij lijkt me echt oprecht een aardig gozer. En je bent geen gangster, je bent geen boef. Je bent geen harde crimineel, wat dan ook. Mocht dat wel zo zijn. Dan was ik nu even iets meer aan het nadenken van misschien moet ik toch even vanavond even iemand langs je huis sturen voor de zekerheid. Is niet zo. Ik wil morgen dat je langskomt, kopje thee en dan praten we verder. En nog iets trouwens, nog één vraag trouwens. Je hebt niks met die Esme toch? Bro, je mag doen met haar wat je wilt. Doe maar geen fuck. Nee, ik maak geen fuck. Oké, okay. Hey, trouwens, als allerlaatste vraag. Aangezien je toch helemaal afgekoeld bent. En dit meen ik echt oprecht, hè.
Wat maakte jou zo kwaad dat het filmpje was gepost? Weet je waarom? Bro, weet je wat het is? Ik ga jou eerlijk zeggen, snap je? Als donkere moslimpersoon, snap je? Krijg je gewoon best wel veel discriminatie ook binnen de moslimcommunity. En ik heb daar nooit dat willen zien, want ik ben altijd gewoon opgegroeid, bro, tussen Turken en Marokkanen gewoon. Heel sterk. Dus mijn loyaliteit naar Marokkanen is heel groot, bro. Mijn loyaliteit naar Marokkanen is echt heel groot. Wallah, ik lieg niet van jou, bro. Ik krijg zelfs kippenvel als ik erover praat. En dat jij, bro, als Marokkaan zijnde, dit erop hebt gegooid, wallah, dat geeft mij zo'n gevoel van verraad, bro. Maar wacht even. Dus als ik het goed begrijp, vind je het vervelend omdat mensen er racistisch onder kunnen reageren, bedoel je? Nee, bro, het gaat mij niet om, bro, als bijvoorbeeld ik noem maar wat, een Nederlander dit had gegooid, bro, het zou me niet boeien. Maar jij bent een van mijn moslimbroeders. Daarom doet het mij zoveel pijn, snap je? Jij bent een van ons. Ja, maar wacht even, ik probeer je echt te begrijpen. Want dat meisje vond ik grappig, die had de hele dag over, je mag Allah er niet bij betrekken. Nou, je mag Allah subhanahu wa ta'ala zeker wel bij betrekken. Allah subhanahu wa ta'ala wil graag bij betrokken worden als je in de problemen zit. Of als het heel goed met je gaat. Je moet hem altijd aanbidden en dikker doen. Maar los daarvan. Jij ziet het zeg maar als discriminerend of zo wat ik heb gedaan. Nee, zeker niet. Wat dan? Dat is discriminerend. Wat ik probeer te begrijpen. Je begrijpt het punt niet. Jij bent Marokkaans, toch? Ik ben moslim, Marokkaan, ja. Maar eerst moslim, daarna Marokkaan, ja. Je bent moslim, daarna ben je Marokkaan. Precies, Marokkaan is voor mij niet zo belangrijk. Oké. Maar bro, voor mij wel, man. Weet je waarom? Omdat Marokkanen heel veel voor mij betekent. Marokkanen hebben heel veel voor mij gedaan, snap je? Moslims hebben heel veel voor je betekend. Moslim-Marokkanen hebben veel voor mij gedaan, joh. Ja, wij zijn wel, ik zeg je eerlijk, wij zijn wel echt een volk dat helpt, dat wel. Eerlijk is eerlijk. Oké. Marokkaanse mensen... Marokkaanse moslims hebben voor mij heel veel betekend. Dat is wat ik tegen jou zeg. Okay. Ik ben opgegroeid, bro. Ik ben opgegroeid. Mijn broers zijn opgegroeid. Wij allemaal zijn opgegroeid met Marokkanen. Ja. Snap je? En ze hebben nooit, bro, anders tegen ons gedaan, bro. Waarom zouden ze anders tegen moeten doen? Waarom zouden ze anders bro, tegen moeten doen? Ik heb nog nooit een mokro tegen mij horen zeggen, neger Turk. Jij bent de eerste Marokkaan die dat... heeft gezegd, bro. De eerste Marokkaan. Maar toen voelde je beledigd. Maar toen voelde je beledigd. Maar bro, kijk, weet je, ik weet ook wel een beetje wie je bent. Ik heb dingen over jou gehoord, dus dat kan ik naast me neerleggen. Maar wat mij pijn doet, bro, wat mij echt pijn doet, bro, is dat jij als moslim, als Marokkaan, bro, jij als moslim en als Marokkaan, terwijl ik zo erg lobbyliefde heb voor Marokkaanse mensen, bro. Heb je twee... Wallah, bro. Wallah, als bij mij in de sportschool, weg in de sportschool, komt Marokkaanse vrouw met hoofddoek. Mijn teamleider, hij laat haar niet naar binnen, want ze heeft haar shit niet in orde. Wallah, ik haal haar naar binnen. Op de Koran, ik haal haar naar binnen. Maar jij weet niet waarom hij haar niet naar binnen hield. Bro! Hij wil niet dat zijn zus is. Hij wil haar niet helpen, bro. Kan hij niks schelen? Al heeft ze niks in orde. Bro, hij wil niet dat zijn zuster... Is zij moslim? Nee, je snapt het niet. Hij wil niet dat zijn zuster daar met haar billen gaat... Je weet toch gewoon showen en dat andere mannen daarna kijken. Hij beschermt zijn zuster. Die had het niet door, bro. Je moet verder nadenken. Hé, ik zie hier iemand... Bro, ik kan met jou geen zinnig gesprek voeren. Maar morgen met kop thee wel. Morgen met kop thee wel. Ik bro, zie hier iemand. Ja, misschien dat je dan anders bent, bro. Ja, omdat je misschien nu met die kijkers zit en zo. Ik snap het ook wel. Ja, is ook bro, zo. Nu is het een beetje een showtje. Luister dan. Je hebt hier iemand die heet Ik heb geen TikTok 7. En die is de hele dag punten aan het geven. Die heeft echt al iets van 563 punten gegeven. Wat is dat eigenlijk? Dat zijn cadeautjes. Echt waar? En wat kun je met die cadeautjes dan? Dan saldo opnemen. Tering. Ik geef ze allemaal aan jou, want ik zeg je eerlijk, ik vind dat jij ze allemaal hebt verdiend vandaag. Om heel eerlijk te zijn. Maar... Ik hoef niet, bro. Is voor jou, bro. Je mag het hebben. Wallah, je mag het hebben. Oh, ik vind het wel heel erg. Dus je neemt voor geen... Voor jou hoef ik niks, bro. Dus je neemt voor geen... Voor jou hoef ik niks. Voor jou wil ik alleen maar één ding. Ja, Wallah, voor jou wil ik alleen maar één ding, dat weet je. Dan vraag je wel heel veel nu. Weet je, ik bedoel, ik geef je mijn vinger en wat doe je? Je pakt mijn hele fucking ziel. Bro, what the fuck? Dit is echt lijp wat je doet. Eerlijk is eerlijk. Maar los daarvan, ik probeer juist de Marokkanen ook op mijn Insta uit te leggen. In de islam is het zo. En dit is heel belangrijk voor alle 2100 kijkers die kijken.
een donkere is niet slechter dan een blanke. En een blanke is niet slechter dan een donkere. Het zijn de personen, de daden die spreken. Met andere woorden, als jij als persoon, ongeacht jouw kleur, goede daden doet, dan ben jij beter dan iemand die slechte daden doet. Klaar. We kijken niet naar huidskleur. We kijken niet naar afkomst. We kijken niet naar, is het een man of een vrouw? We kijken alleen naar de daden. Dat is mijn boodschap altijd geweest. En dat zal ook altijd zo blijven. En dat ik jou een negerturk noem, het is te lijp voor woorden dat donkere mensen tegenwoordig neger zien als iets wat negatief is. Je moet fucking trots zijn op je kleur. Je moet trots zijn op jouw afkomst. Als iemand tegen mij zegt, je bent een Afrikaan, ben ik trots. Als ik donker zou zijn, zeg je bent een neger. Ik ben een fucking neger. Ik ben trots. Zolang die benaming maar niet negatief is. Dat je tegen mij gaat zeggen, je bent een fucking nigger, een slaaf. Dan ga je klappen krijgen. Zo simpel is dat. Snap je? Ik bedoel niet. Alhoewel, we hebben allemaal de klappen van Younes Ouali gezien. Ik sla nog geen deukje in een pak boter. In uw leven heb ik niet grappig. Oké. Okay. Jammer dit. Bro, ik vind het heel vervelend om tegen je te zeggen. Volgens mij zit hier ook weer varkensgelatine in. Even kijken. Gelatine. Nee, er staat niet in wat voor gelatine. Je ziet er een beetje moe uit, broertje. Maar praat even bro, met... Bro, ik zit zo naar jou te kijken, bro. Ik zit zo naar jou te kijken. Laat maar zitten. Nee, zeg het maar. Ik vergeef het je nu al. Je bent mijn broeder. No, maar bro, laat zitten. Zeg het alsjeblieft. Nee, bro, weet je wat het is? Ik kan praten wat ik wil. Maar ik merk bij jou, bro, het heeft gewoon geen zin. Wat je ook zegt. Oké, okay, zeg tegen mij dan. Oké, let op. Zeg tegen mij. Younes. Oké. Mijn excuses dat ik je heb uitgemaakt voor een racist, want dat ben ik niet. Maar zou je alsjeblieft het filmpje weg willen halen, dan maak je me blij mee. Oké. Kan je dan fijn slapen? Kan je dan, zeg maar, al deze kijkers, voel je dan lekker? Voel je je dan goed? Nee? Nee. Voel je niet goed? Nee, maar dan weet ik in elk geval dat je er echt mee zit. En als je er echt mee zit, dan ben ik bereid om jouw kant op te komen. Is dat nou echt een boze oog of zo wat je erin hebt of zo? What the fuck is dat, man? Waar heb je het over? Over die ketting. Laat hem eens even zien wat voor ketting het is. Bro, weet je niet wat dit is? Dit is de Turkse ayyul. Dit is de Turkse vlag. Maar bro, je moet eigenlijk geen ketting dragen. Eigenlijk. Wat? Omdat het goud is? Bro, dit is gewoon nep. Dit is nep goud. Nee, je mag geen... Dat is goed niet te zeggen, bro. Wij mogen wat islamitisch is gezien... Nep. Ja, nee, het gaat niet om goud. Het gaat om, wij mogen geen, hoe heet het? Wij mogen geen ketting. Snap je? Is beter. Weet je wie altijd een ketting draagt of niet? Vroeger was het echt niggers? Zo. Niggers? Slaven. Ah, en Younes, jij zegt niet, jij bent dus nu aan het corrigeren over wat het niet mag in de islam. Wat jij doet, mag dat wel binnen de islam? Even serieus. Wat, 15 jaar geneukt zonder dat je getrouwd bent? Geef maar antwoord op je eigen vraag. Nee, natuurlijk mag het niet. Je moet getrouwd zijn met die 15-jarige, dan mag het wel. Huh. Andere dingen? Maar bro, ben jij gewoon, zeg maar, je bent niet in orde, toch? Jawel. Even eerlijk, bro, je bent niet in orde, toch? Jawel. Bro, ik zie je zo naar links kijken. Maar volgens mij ben je niet in orde. Dus bro, zo op dikke bro gewoon kan zeggen dat jij het met een 15-jarige hebt gedaan. Bro, ik vind je gewoon zielig, man. Wallah, ik wou net gewoon... Net, bro, ik was agressief. Net, ik was helemaal para, bro. Maar, bro, ik kijk zo naar je. Wallah, ik wil eigenlijk gewoon een dua voor je doen, bro. Ik wil iedereen gewoon vragen, doe voor deze man gewoon een dua, bro. Bro, als ik 36 ben, Younes. Wallah, als ik dan zoals jou ben.
hoor je, dan zou ik... Bro, ik wil niet over jouw ouders praten, hoe ze jou hebben opgevoed. Maar bro, denk je niet dat je moeder teleurgesteld is als je zulke dingen doet, bro? Of zulke dingen zegt, bro? Bro, je zegt gewoon over 15-jarigen dat je gewoon een 15-jarige hebt gewiept. Wat maar, bro? Bro, ik kan niks aan doen. Het zijn feiten. Ik kan het niet ontkennen. Ik had het liefst ontkend, maar... In die tijd wilde men geld van mij afpersen. Ja, het is wat het is. Ik wist niet dat ze 15 was. Ik had er sowieso geen seks mogen hebben voor het huwelijk. Of ze nou 15 of 20 of 30 was. Het is wat het is. Wallah, kijk, ik ben nu niet eens meer boos. Wallah, ik ben nu niet eens meer boos. Ik merk het aan je. Gewoon miskin. Gewoon miskin voor jou, Wallah. Je praat ook Berbers. Wat? Ik zei je toch, bro. Ik zei je. Wow. Ik zei je, bro. Er was vroeger, het is niet echt een heel leuk verhaal, maar ik ga hem wel vertellen. We hadden iemand bij ons in het dorp, in Marokko. Ik kom uit Eetzijde, ik ben echt van Kabedeni. Dikke Esra en Kabedeni. Maar er was altijd zo'n man en dat was echt een vieze roddelaar. Dus mijn neef had een auto-ongeluk gehad. Maar hij reed alleen maar tegen een paaltje aan, daar tussen die bergen tegen hem